Kort na het aantreden van minister Riyad Noor Mohammed van het ministerie van Openbare Werken is er door de bewindsman een aanvang gemaakt met de kennismaking met de diverse afdelingen en diensten van het ministerie. In dit kader is ook de vuilstortplaats de Ornamibo bezocht. De bedoeling van vandaag was nadat we geïnformeerd waren op kantoor aan de Duisburgerlaan over kwestie Ornamibo. We kennen het verleden, de protesten, het geklaag van de mensen, buurtbewoners. Heb ik inderdaad spoed op de agenda gezet om ook hier een bezoek te brengen. En het doel was om één te oriënteren, zelf de situatie te bezien. We hebben gesproken met de buurtbewoners, we hebben gesproken met de rapers. De situatie heb ik gezien en we hebben ook de vertegenwoordigers van de resorten hier gezien, RRDR's. Het was dus een oriëntatiegesprek, fysiek gesprek. We hebben goede uitleg gehad hier op het veld van de mensen. En het hoofddoel is dat het ministerie van Openbare Werken spoedig een besluit moet nemen hoe we verder gaan hiermee. Wat we niet kunnen accepteren is dat mensen, kinderen, volwassenen in de buurt wonen elke dag, 24 uur, een stank moeten inademen. Dat is iets dat ik niet ga accepteren, al woon ik niet hier, maar dat is ook wat ik niet voor het volk die hier in de buurt woont ga accepteren. Dus dat is eigenlijk het hoofddoel waarom ik hier ben. Er moet een goede, passende oplossing komen voor dat probleem. De minister is ontvangen door het hoofd en team van de afdeling vuilophaal en verwerking. Verder waren ook resortsraadsleden en districtsraadsleden vertegenwoordigd om de minister in te lichten over de situatie op en rondom de vuilstortplaats. In feite komt erop neer dat de DRRR's, het ministerie, in het verleden veel plannen hebben uitgewerkt. Zij veel oplossingen aangeboden. Het enige wat zij vragen en wat wij ook gaan doen is, als wij de juiste oplossing vinden of een passende oplossing, dan hebben wij beloofd dat voor wij die oplossing gaan goedkeuren, terugkomen naar hier en het presenteren, zodat zij kunnen meebeslissen van let daarop of doe dat liever niet, etc. Er is wel één duidelijke eis en dat is ze af willen van die reuk, de geur. Dat is het hoofdprobleem. Er zijn diverse voorstellen gedaan met als doel de situatie rond de vuilstortplaats te verbeteren. Eén daarvan is het verzelfstandigen van de dienst. We hebben ook gevraagd om alternatieve oplossingen te bedenken, hoe we de kosten kunnen dekken. Je moet weten dat het ministerie van Openbare Werken per maand ongeveer 3 miljoen SRD uitgeeft om vuil op te halen bij iedereen thuis. En dat komt neer, we hebben even grove berekening gemaakt hoor, het komt neer op 20 SRD ongeveer per huishouden, dus per huis, etc. 20 SRD, ik ga u eerlijk zeggen, als ik het volk zou oproepen, 20 SRD betalen per huis moet kunnen, toch? Wie het niet kan, kan 10 SRD betalen, wie het helemaal niet kan, 1 SRD. Maar dat moet kunnen. Dus als je me nu vraagt, kan ik morgen al beslissen om de vuilophaaldienst van Paramaribo, Suriname, te privatiseren, eerlijk gezegd. Dus dat zijn de voorstellen die ik meeneem. Ik heb hun gevraagd de verordeningen ook te bekijken. Die in Para zijn gebruikt, in Saramaka gebruikt voor afvalzakken. Laten we kijken hoe de bevolking hierover denkt. Misschien vinden ze dat leuker. Misschien willen ze juist daar betalen. En niet wanneer die meneer komt om je zak op te halen. Dus het kan. Alleen in Paramaribo moeten we veel meer lobbywerk doen onder de bewoners. En ze ervan overtuigen dat zelf betalen, zorg voor duurzaamheid, zorg ervoor dat we kunnen garanderen dat vuil opgehaald blijft. Op zeer kort termijn zal de afdeling vuilophaal en verwerking de minister middels een presentatie gedetailleerde informatie verschaffen over de diverse oplossingsmodellen die zij gehad heeft van verschillende bedrijven en organisaties. Op dit moment, de komende dagen, gaat de vuilophaal, de dienst VOV van het ministerie van Openbare Werken, die gaan ons een samenvatting presenteren van de mogelijkheden die zij hebben gehad. Ik heb ook de bedrijven, de bureaus gehoord, die hebben ook presentaties van mij gehouden. Dus ik weet ook waarop ik moet letten. En dat alles, alle oplossingen meegenomen, gaan wij de beste oplossing moeten kiezen. Van wat kunnen we zelf doen, wat moet ik misschien uitbesteden, maar wat ik niet ga doen, is een dure lening nemen om af te lossen in US dollars. Dat ga ik niet doen. Dus ik zoek een oplossing
En al krijg ik het gratis, al brengen mensen koffers geld voor me en ik moet rente betalen, dat ga ik niet doen. Dus dat is mijn standpunt wat dit probleem betreft. Ik wil een passende oplossing hebben waarbij wij als mensen in Paramaribo alvast een beetje een bijdrage leveren om kosten te reduceren. Dat kunnen we zelf doen. Ik hoef daarover geen rente te betalen. Dus ik kijk naar zo'n oplossing uit.